Mr. Gorbachev, tear down this wall. Het is dit najaar 30 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. Het symbool van een gespleten Duitsland. Ze hebben heel Europa naar de kloten geholpen, maar ze hebben de restanten wel ordelijk opgeborgen. Vanuit Berlijn reizen de broeders Maarten en Vincent van Rossum door het nieuwe Duitsland. Hé, hey, kijk eens. Ah, wat leuk. Hé. Hey. Ach, jeetje. Wat een treurigheid. Ze gaan op onderzoek uit naar de gevolgen van die wende. Heute wird so getan, als wäre alte Bundesrepublik der Garten Eden und die DDR die Hölle. Und so ist die Geschichte nicht verlaufen. Ja, ze zou het ook eens een beetje schoon moeten maken. Ja, dat ben ik met je eens. De broeders van Rossum strijken neer in Dresden. De geschiedenis van de stad kenmerkt zich door de aanwezigheid van vele koningen, hertogen en vorsten die de stad als residentie gebruikten. Dresden groeit in de 18e eeuw uit tot een van de belangrijkste steden van Europa op het gebied van kunst en cultuur. Maar nog slechts 30 jaar geleden ziet Dresden er volledig anders uit. Hier rechts zien we even de glorie van het herbouwde Dresden. De stad is in februari 1945 gruwelijk gebombardeerd, waarbij van het oude centrum nauwelijks iets over is gebleven. In de loop van de jaren, enigszins door het DDR-regime, maar nog veel meer sinds de Wende, is de stad volledig opnieuw opgebouwd. Je ziet hier een 18e-eeuwse stad, die eigenlijk geconstrueerd is in de afgelopen 25 jaar. Het herbouwde Dresden van na de Wende herovert pijlsnel de koosnaam Florence aan de Elbe. Een succesverhaal, zou je denken. Toch wordt in deze voormalige Oost-Duitse stad op luide toon onvrede geventileerd. Het nieuwe Dresden in het nieuwe Duitsland is kennelijk niet voor iedereen een zegen. Op zichzelf zou dat wel een leuke vraag zijn. Wat denken de kijkers eigenlijk als de stadsnaam Dresden valt? Dan denken ze toch, denk ik, aan de Pegida, die hier met enige regelmaat demonstreert. Ik heb begrepen dat het voornamelijk 50-plussers zijn, die toch misschien inderdaad het woord gemist hebben door de Wende. Ja, dat, kijk, het probleem is, er is altijd onvrede. Als je hier rondrijdt, dan denk je toch echt bij jezelf van, nou, het ziet er wel warend uit. Potverdorie, dat moet centen gekost hebben. Ja. En hier wordt dat allemaal gekoppeld aan die Wende. En dat die Ossies zich dus bedrogen voelen. De tijdmachine, dat stuk zou een mooi ding zijn, zou Dresden dolgraag in 1945 willen bekijken. Dat zou je niet meevallen. Nee, dat zou waarschijnlijk heel droevig zijn. Helemaal niet meevallen. En toen hebben ze het natuurlijk herbouwd. En in eerste instantie heel zuinig hebben ze dat oude centrum gedeeltelijk hersteld. Maar ze zijn dus ook nieuw gaan bouwen, want je weet, de communisten waren in feite allemaal modernisten, hè? Dus die hielden niet van oude troep. Nee. Deze liever weinig aan. Ik moet zeggen, ook mijn hart gaat open, want dit is natuurlijk modernistische stedenbouw op en top. Hier is gewoon een nieuwe stad gebouwd, daar komt het op neer. Bijvoorbeeld aan je rechterhand heel duidelijk DDR-architectuur. En die sinds de Wende nog eens een keer. Ik wou wel zeggen, zonder de Wende zou dit er ook weer heel anders erg aanmoedige troep en zijn aanmoedig uitzien. Ja. Ja. Als je hier ook zo om je heen kijkt, dan heb je toch ook wel de indruk dat het hier best aardig goed gaat. Dat het niet kommer en kwel is in Dresden. Nee. En het is te hopen dat het in de toekomst zo netjes blijft. En ook nog netter wordt in de andere zin van het woord. Namelijk in politieke zin van het woord. Ja, en daar zullen we het nog over hebben. Daar gaan we het nog over hebben. Waarom een deel van de bevolking van de DDR boos en ontevreden is. Dresden in DDR-tijd ligt er vervallen bij. Vooral door de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. Na de val van de muur vloeien honderden miljarden D-marken van west naar oost. Ook Dresden profiteert hiervan en kan de stad herbouwen. Misschien wel het sterkste staaltje van wederopbouw staat in het centrum van de stad. Nou ja, je weet net zo goed als ik dat dit de vrouwenkeertje in Dresden is. En hij is oorspronkelijk gebouwd tussen 1726 en 1743. En die kerk heeft hier gestaan eeuwenlang, maar is in februari 1945 gesneuveld
bij het beroemde en zeer controversiële bombardement van Dresden. Wat er overeind stond was dat zwarte stuk en nog een ander zwarte stuk aan de andere kant. En daartussenin lag een ruïne. En zo heeft dat er maar eindeloos bijgelegen. Want, zeiden de Oost-Duitsers, het is een maanmaal. He? Gedenk het feit dat die stad zonder enige goede reden weggebombardeerd is in februari 1945. Ik vermoed zelf dat ze wel fijn vonden dat het een maanmaal was, omdat ze de centen niet hadden om die kerk weer op te bouwen. Maar zodra de hereniging daar was, zijn er allerlei verenigingen opgestart en zijn ze geld gaan verzamelen. Heel leuk overigens, ook geld uit Amerika en Engeland, vaak van mensen die nog bij het bombardement betrokken zijn geweest. En toen zijn ze tenslotte in 1995 begonnen met de herbouw van de kerk. Het aardige is, ze hebben oud materiaal deels gebruikt. Dat zijn al die zwarte stenen die je erin ziet zitten. Ik zelf vind het geweldig dat die herbouwd is. Ja, maar wat je natuurlijk doet, is uiteindelijk alle sporen van die oorlog wegpoetsen. Ja. He, als je hier nu rondloopt, dan heb je niet een flauw idee hoe het was in 1945. Nou is het probleem met dat maanmaal, als je een ruïne hebt, dan een ruïne is eigenlijk niet te onderhouden namelijk. He, dan moet je er alsmaar weer een nieuwe ruïne van maken. Maar namelijk, er even gaan bomen opgroeien. Dat ding wordt groen. Ja. En na 100 jaar is er gewoon natuur. Dus het ding verdwijnt. Maar is het niet komisch dat het veel moeilijker is om een ruïne te onderhouden dan een normaal gebouw? Dat is heel komisch. Dat is eigenlijk hetzelfde als met oude mensen. Ja, het is verrassend. Het is veel moeilijker om oude mensen in leven te houden dan jonge mensen. Hangt van de omstandigheden af, maar gaan we ook in die kerk of niet? Ik hoop het wel, want het schijnt een prachtig interieur te zijn. Oké, laten we dat dan maar gaan doen. Ja. Na 11 jaar bouwen is de nieuwe vrouwenkerkje gereed. En is het hart van Dresden hersteld. 45% van de nieuwbouw bestaat uit hergebruikt puin. De totale kosten van de heroprichting ruim 180 miljoen euro. Het is weliswaar voor de hoogtevreespatiënten. Ja, mij moet je niet bij dat ambt. Nee, ik vind het ook niet fijn, hoor. Ik heb natuurlijk een door en door burgerlijke smaak, zoals langzamerhand wel bekend zal zijn. En ik vind het een geweldig interieur. Het heeft een beetje, het is een beetje meisjesachtig, om het maar even zo te zeggen. Maar dat vind ik niet zo verschrikkelijk erg. Dat is natuurlijk ook erg barok, dat ding daar in het midden. Het orgel, maar goed, dat is wel erg fraai versierd allemaal. Ik vind het een heel mooi interieur. Ik vind ook het feit natuurlijk dat het niet de klassieke basiliekvorm heeft, maar rond is, vind ik heel aantrekkelijk en aardig. Dus ik vind de kerk in alle opzichten, binnen en buiten, een groot succes. Ik heb het al vaker gezegd, ware ik gelovig, dan zou ik dolgraag dominee zijn geworden. Dolgraag zou ik daar elke zondag staan. En een donderpreek afsteken. Nee. Ik ben een heel gematigd soort van dominee eigenlijk. Ook daar recht. Ik heb begrip voor de fouten van de mens. Hè. Zijn alle mensen goed? Nee. Zijn alle mensen kwaad? Nee. Het zit er ergens tussenin. Na de hereniging van Duitsland gaat de westerse mentaliteit in het Oost-Duitse deel overheersen. De voormalige DDR-burgers zien van het ene op het andere moment hun land gekoloniseerd worden door de Besserwessies. De West-Duitsers die alles beter menen te weten. Al het Oost-Duitse moet verdwijnen. Nu we 30 jaar verder zijn, is de typisch Oost-Duitse realiteit van het dagelijks leven alleen nog terug te vinden in een museum. Ik word er wel een beetje droevig van ook, hoor. Van als je nou heb je die trabant met die tent erop bekeken? Jazeker. Mijn god, nog een toezicht. Gids in het DDR-museum is Reinhard Valentin, opgegroeid in Oost-Duitsland en voormalig schoolhoofd. Also, camping was in de DDR zeer verbreitet, weil de DDR-burger ja zo weit niet reizen konnte. Der konnte ja nur im Ostblock reizen. Und een ganz beliebtes Reiseziel war Ungarn, weil es gab so die Redensart, Ungarn ist die fröhlichste Baracke des Ostblocks. Ja, dort war der westliche Einfluss mit am größten. Und im Sommer 89, als die Fluchtbewegung aus der DDR ja richtig große Ausmaße annahm, war eben Ungarn ein bevorzugtes
Ja, sie sind Land. Dort. Man konnte bequem sagen, ich fahre im Urlaub nach Ungarn. Das war unverdächtig. In der Hoffnung, Ungarn macht die Grenze auf. Und das hatten die Ungarn und auch sie gemacht. Haben es ja auch gemacht. Ja. Ja. Und damit war das erste Loch im eisernen Vorhang. Dann kam die Wende. Ja. Und da waren sie doch enttäuscht über das Resultat. Wissen Sie, das ist wahrscheinlich ganz individuell, die Erfahrung, die da jeder gemacht hat. Ich meine, ich habe zu den, systemtreuen DDR-Bürgern gezählt. Aha. Ich war Lehrer, ich war Schuldirektor. So. Und Sie können als Schuldirektor in der Schulstube nicht gegen Ihren Staat auftreten. So, das geht nicht. Aha. Aber sind Sie jetzt zufrieden, nach 30 Jahren? Ich möchte nicht in die DDR zurück. Aha. So. Ich hätte aber gerne manches aus der DDR mitgenommen. Das Grundprinzip des Gesundheitswesens. Aha, ja. Das war weitgehend kostenlos. Weite Teile des Bildungssystems mitgenommen. Aber auch der Umgang der Leute untereinander. Man hat von den Leuten im Haus mehr gewusst. Sie können. Ich möchte dich zurück. Nee, will ich auch nicht. Weil ich mir dann nach der Wende und nach dem Mauerfall die Welt angucken konnte, was ich vorher nicht konnte. Ja? Wenn ich jetzt in der Schulstube stünde und unterrichten würde, dann könnte ich über das reden, was ich selbst gesehen habe. Das konnte ich damals nicht. Und wie lange hat es gedauert, dass Sie noch ein Gefühl hatten, ach, die DDR war eigentlich besser, als was wir jetzt haben? Das Gefühl ist heute noch nicht ganz vorbei. Ah, so. Ab und zu. Ich meine es aber nicht generell, immer auf bestimmte Dinge bezogen. Das Miteinander auf Arbeit, der Kollege war Kollege, der war nicht Konkurrent um den Arbeitsplatz. Aber natürlich, in unserer modernen Gesellschaft ist alle Arbeit auch Konkurrenz. Ja. Ja. Das für den DDR-Bürger zu verstehen und anzunehmen, ja. Dass der tägliche Gang zur Arbeit Kampf um den Arbeitsplatz ist, ja. Das war schwer. Haben Sie einen Begriff für die jetzige Unfriede in die DDR? Ich bin ein Verlierer der Wende, persönlich. Aber kein Wutbürger. Aha. So, weil ich, ja, ich denke aber, dass die bundesdeutsche Politik den Osten nicht wirklich mitgenommen hat. Sie haben sie versucht, aber sie haben nicht ganz klar gesehen, wo die großen Probleme waren. Ich habe damals immer gesagt, als es um die Diskussion ging, vielleicht diese oder jene Symbolik, die Ossis aufgewertet hätte, angenommen hätte. Ja? Zum Beispiel die DDR-Nationalhymne hatte ja einen Text, auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig, Vaterland. Das wäre ja ein Text, der heute als Hymne für das geeinigte Deutschland passen würde. Das wäre eine Geste gewesen. Ja, ein Willkommensgruß. Gucken Sie mal, die großen Firmen haben alle ihre Hauptniederlassungen nicht im Osten. Die produzieren hier, aber ihre Steuern zahlen sie in den alten Bundesländern. Ja? So, also das ist... Ja, Deutschland. Ja? Deutschland ist jetzt. So, und da fühlt sich, und da kann ich manchen verstehen, obwohl ich es nicht gut finde, ja. Der heute die AfD wählt, der sich zurückgesetzt fühlt. Ja? Ich musste mich auch zurückgesetzt fühlen, aber ich käme nicht auf die Idee, die AfD zu wählen. Oder zu Pegida zu rennen hier jeden Montag. Ja. Und das neue Deutschland hat mehr Vorteile als die alte DDR. Es ist ein ganz anderes, ein sehr viel freieres, auch luxuriöseres Leben. Allerdings auch sorgenreicher. Ja. Ja. Aber die Ruinen. Und wenn ich mir das Ganze mal weltpolitisch betrachte, glaube ich nicht, dass die jetzige Gesellschaftsordnung das alleinig selig machende Heilmittel für alle Zukunft ist. Das glaube ich nicht.
Ich kenne keine andere, ich kenne keine bessere. Aber ob das das Letztendliche ist, das glaube ich nicht. Toppunt van nostalgie? De Trabant. Nu een auto met een cultstatus. Nou ja, zo de ju. Je hebt daar toch ervaring mee met auto's waar je niet in en niet uit kan komen? Ja, dan kom ik er zo niet meer uit. Dus. Nee, je komt er niet meer uit. Jezus, wat doe ik? Nou, Maarten, ja, wat zeg je ervan? Ja, je hoort het al. Je voelt het aan alles. Je ziet alles gaat moeizaam. Hij stuurt ook nog waardeloos. Waardeloos, toch? Alles is waardeloos. Ja, er zit veel te verspilling in het stuur. Heb je dat gemerkt? Maar het is ook alleen al die takkenherrie van dat ding. Hè? Nu weer. Sorry, nu even niet. Dag. Nou, ik leer al vloeiend schakelen met dat ding. Ja. Ja, ik moest alles tegelijk doen. Rij die klerenlijer met dat stomme fietsje. Flikker op, zak. Wel dan ver. Kijk, het is hem. Ze hebben rood. Stomme eikels. Dit moet wel de meest miserabele autorit zijn die ik ooit in mijn leven gemaakt heb. Het was een avontuur. Ja, dat wel. Het was wel een avontuur, maar een leermomentje. Je ziet dat die samenleving, de DDR, niet in staat was om een enigszins acceptabel product voor te brengen. Overigens, de technici die dit ding hadden geproduceerd, stelden regelmatig voor om iets beters te maken. Maar het DDR-regime vond dat niet de moeite waard. Het was duur, te duur. Daar hadden ze geen materialen voor, dat hoefde niet. En zo moesten die arme DDR-burgers jarenlang eerst wachten op dit ding. En dan vervolgens door die dampen van dat stomme klotenmotortje vergiftigd worden. Ja, het is wel heel erg, hè? Toen de grens met West-Duitsland openging, zagen DDR-burgers dat de Trabant wel erg schril afstak bij wat er in het westen op de weg reed. Zoals de meeste DDR-bedrijven overleefde ook de Trabantfabriek de hereniging niet. Het bedrijf sloot in april 1991 de poorten. Eenzelfde lot was computerbedrijf Robotron beschoren. Het hoofdkwartier van dit elektronica-concern stond in Dresden. Ja, nou ja, iedereen ziet dat het woord robot erin zit. Het was eigenlijk een poging van het Oost-Duitse regime om bij de tijd te geraken door de constructie van chips en computers die je met die chips kunt bouwen. Het was voor Oost-Europa het modernste bedrijf wat denkbaar was in de Oost-Europese context. En had tenslotte op het hoogtepunt 68.000 man personeel in dienst. Die computers waren vanzelfsprekend niet bij de tijd. En dat is ook de reden dat dat hele Robotron in feite met het sterven van de DDR ook gestorven is. Na de Wende wordt een groot deel van de Robotron-kantoren gesloopt. De locaties zijn bij projectontwikkelaars enorm gewild voor nieuwbouw. Maar nog niet alles van Robotron is verdwenen. Een actiegroep wijst op de waarde van DDR-architectuur als cultureel erfgoed en zet zich in voor behoud van de overgebleven Robotron-gebouwen. De eerste inzet van de beschermers, om ze maar even zo te noemen, dat was de kantine. De kantine is ook lang discussie over geweest, die moest natuurlijk ook weg. Ze zijn nu zover dat de kantine blijft staan. De grote vraag is alleen wat de gemeente bereid is, financieel natuurlijk, om bij te dragen om het ding op te knappen. En wat dan de functie wordt in een nieuwe wijk die hier moet komen. Ja, het is wel een heel armoeig gebouwtje. Hè? Jij vindt het geen mooi gebouw. Ja, het ziet er wel heel droevig uit, hè? Ja, daar groeit gras. Jongen. Maar je kijkt hier, dit is ook een vrij goedkoop in elkaar gezet, toch? Als ik het zo bekijk. Ja, het ziet er niet echt deftig. Nee. Ik geef toe de detaillering een beetje Oost-Duits is. Dat is er is helemaal feit. Geen detaillering. Nee? En het is nog altijd de bedoeling dat de andere gebouwen die er nu nog staan, dat die zullen verdwijnen. Maar de beschermers hopen en proberen nog meer gebouwen van het oorspronkelijke Robotron-complex te redden. De actiegroep in Dresden wilde van Rossums er graag van overtuigen dat het belangrijk is om de voormalige Robotron-kantine te behouden. We hebben aber als Netzwerk Ostmodern trotzdem versucht, das Gebäude zu schützen.
Aus verschiedenen Gründen, aus historischen Gründen, aus architektonischen Gründen und aus Gründen des Nutzens für die Stadtgesellschaft. Und glauben Sie, dass es architektonisch wirklich ein wichtiges Gebäude ist? Ja, absolut. Können Sie das erklären? Das kann ich kurz erklären, sehr gern. Und zwar, also das Gebäude ist ja jetzt ungefähr 50 Jahre alt. Es ist einfach ein wichtiges Zeitzeugnis aus dieser Zeit. Und wir finden halt die Architektur schon besonders. Es ist ein einmaliges Gebäude. Es gibt kein zweites Mal so auf der Welt. Viele sehen das ja immer doch als den sogenannten Schandfleck an, wenn es halt eben ein ungepflegtes Gebäude ist, was lange nicht saniert wurde. Und wir haben halt die besonderen Merkmale schon gesehen des Ortes, aber auch mit der Geschichte, Industriegeschichte dahinter, Robotron und so weiter. Das ist einfach ein besonderer Ort, den es hier mitten in der Stadt halt zu erhalten. Und jetzt ist die Gemeinde bereit, um das zu renovieren. Ich denke, zu unserer Frage hier zurück, dieses Thema, wie geht eine Stadt mit dem architektonischen Erbe der ehemaligen DDR um? Hält man ihn 1:1 oder transformiert man ihn in die Zukunft? Wo solche Dinge natürlich immer wieder mitschwingen. Es ist in der Tat so, dass der Stadtrat im Juli beschlossen hat, dass wir als Stadt dieses Gebäude erst einmal kaufen. Und wenn wir es gekauft haben, wollen wir es entwickeln als interdisziplinären Ort für Kunst, Wissenschaft und weite Teile der Gesellschaft. Also ein lebendiger, zeitgenössischer Ort mitten in der Stadt. Das ist das Ziel für dieses Haus. Het Actiecomité voor Behoud van DDR-Architectuur ondervindt groeiende steun. Dresden komt steeds meer tot het inzicht dat het de moeite waard is om historische gebouwen te bewaren. We zijn hier voor dit wonderlijke gebouw. Zo te zien is dat een kerk die ze na de oorlog niet herbouwd hebben. En ik heb begrepen dat in die ruïne van die kerk bewaren ze bouwfragmenten. Het heet dus het lapidarium. Ja. Wat betekent de rommelhok volgens mij, vrij vertaald. Voor stenen. Voor stenen. Als er een oud gebouw werd gesloopt, werd dat bewaard. Maar omdat we in Nederland nooit meer een oud gebouw slopen, dat mag niet meer namelijk, hebben wij ook geen bouwfragmenten meer. Nee. Maar nu heb ik begrepen dat hier vanuit het Robotron-complex, daar zijn al dingen gesloopt, en daar zijn toch bouwfragmenten uitgekomen die ze wouden bewaren. Kijk, hier is natuurlijk, volgens mij althans, enorm veel bewaard met het idee dat kunnen we gebruiken als we de stad wederop gaan bouwen. Mijn theorie is dat het allemaal waardeloze rommel is. We gaan kijken. Omdat als je gaat bouwen blijkt natuurlijk dat je het helemaal niet kunt gebruiken. Kijk eens. Er is nog een vloertje uit de kerk. Hier is het opstapje, Maarten. Ja, ik zie het. Oh, wat leuk. Ze hebben het wel weer netjes opgeborgen allemaal. Kijk eens, Maarten. Ah, oh, wat leuk. Hé, het is een echt archief. Ja. Het is helemaal zoals het hoort. Kijk, dat moet je toch zeggen dat die Duitsers iets ordelijks hebben, hè? Ze hebben heel Europa naar de kloten geholpen gedurende enige jaren. Maar ze hebben de restanten wel ordelijk opgeborgen. Ja. Hè? Wij zijn hier om naar de fragmenten van Robotron te kijken. Ja, dit zijn geen fragmenten van Robotron. Nee, maar dus de vraag is... Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Die dingen schijnen hier te zijn. Maar die zien wij niet. Ik ga hier wel een paar fotootjes maken. Ja, dit is dus een restant van een gebouw van Robotron. Wat gesloopt is. Het is dit, maar dan kapot. Het is een soort glas-in-loodraam. Prachtig van kleur, jongens. Kom op, Maarten. Dus ik weet niet of ik het lezen kan. Nee, met moeite. Nou, ik kan niet goed ik lezen. Zeggen of niet? Weet jij wat het is? Ja, dit is van dat glas-in-lood. Ja, dat zie ik ook. Okay. Van welk gebouw? Dat weet ik niet, dat weet niemand waarschijnlijk, want die rommel is niet meer bruikbaar. Volgens mij is je leuk dat het er staat. Op een creatieve manier in een nieuw glas in loodraam zet. Ja, maar dan ben je weer bezig met de ruïne te monumentaliseren. Nou ja, je kan toch wat verzinnen? Ja, ik vind dit ongelooflijk interessant, omdat het eigenlijk... Het is een, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, het is een stenen schreeuw van wanhoop. Dat moet je kijken, dat is genummerd. Nummerd. En je weet dat dit volstrekt onbruikbaar is. Het ligt er over 50 jaar nog. Dat is het tragiek. Dit ding is überhaupt al een monument worden. Precies, het is een monument van kapotte monumenten. Ja. Dat is toch mooi?
De uitstalling in het Lapidarium zou moeten bijdragen aan de herwaardering van de DDR-architectuur. Hoe is dit proces in de beeldende kunst verlopen? Wat vindt men nu van Oost-Duitse kunst? Voor het antwoord bezoeken Maarten en Vincent Museum Albertinum. Ze hebben een ontmoeting met Hilke Wagner. In 2014 wordt zij als West-Duitse directrice van het museum dat in DDR-tijd toonaangevend was. Ze krijgt al snel het verwijt geen respect te hebben voor kunst uit die DDR-tijd, omdat ze die veel te weinig tentoonstelt. Das Problem war für mich war das sehr überraschend, weil wir zu dem Zeitpunkt sehr viel Kunst aus der DDR gezeigt haben. Aber es waren eben Sonderausstellungen. Und ich habe erst viel später begriffen, dass es tatsächlich nicht um die Sonderausstellungen ging, dass das nicht die Kunst war, die man meinte. Und dass es vor allen Dingen damit zu tun hat, dass man Kanon anerkennt. Und wenn man westdeutsch ist, auch den bestehenden Kanon anerkennt. Het begint allemaal met een krantenartikel waarin een vooraanstaand kunsthistoricus kritiek uit op het beleid van Hilke Wagner. Waarom is DDR-kunst nog nauwelijks zichtbaar in het museum? Het Albertinum wordt het toneel van de zogeheten Bilderstrijd, de strijd om de schilderijen. De Dresdener bevolking blijft uit protest weg uit het museum, want hun vertrouwde Oost-Duitse kunstwerken zijn er niet meer te zien. Het conflict loopt zo hoog op dat Wagner persoonlijke dreigementen ontvangt. Das hängt natürlich davon ab, wie man sozialisiert ist. Und das habe ich erst später im Bilderstreit tatsächlich begriffen, dass es um die Ikonen ging der Kunst aus der DDR. Also solche Bilder, die man auf Kalendern hatte, auf Briefmarken, mit denen man wirklich gelebt hat und mit denen man persönliche Erlebnisse auch verbindet. Ja. Für mich war immer nur wichtig, ich will keine DDR-Schublade, wo drüber steht Kunst aus der DDR. Und denn die Positionen, man kann es sehen, sind so unterschiedlich. Den Künstlern ging es nicht um den Staat, denen ging es um Inhalte, um Themen. Und das ist eben das gute Erbe der DDR, dass es diese ganz breite Bildung gab, dass die Menschen sich, egal aus welcher Schicht sie kommen, für Kunst und Kultur sehr interessieren. Und davon profitieren wir natürlich noch heute. Wenn man zum Beispiel, wenn jemand, der in der DDR sozialisiert ist, sich diese Arbeit anschaut von Mattheuer, der kann sofort alle möglichen Interpretationswege abrufen. Und die Menschen waren sehr erfinderisch, da Chiffren rein zu lesen oder eben besondere Interpretationen, die ihnen auch natürlich Freiheit gab zu interpretieren. Und deshalb ist, glaube ich, in die Kunst in der DDR wirklich ein Lebensmittel gewesen. Nicht nur Luxusgut, sondern der Bilderstreit war wichtig, weil es aber in diesem Streit, man muss es ehrlich sagen, auch nicht nur um Bilder ging. Es ging um so viel mehr. Es ging um Erfahrungen, die Menschen nach der Wende gemacht haben, in der vieles, was ihnen wichtig war, abgerissen wurde, nicht mehr existiert, in denen sie aber auch nicht die Möglichkeit hatten, darüber zu sprechen. Es waren natürlich große Zukunftsängste von vielen Menschen, auch die natürlich erstmal mit dem Kapitalismus als System gar nicht zurechtkamen. Die Tatsache, auch das war ein wichtiges Thema im Bilderstreit, dass in Ostdeutschland sehr viele Direktoren, egal ob in Universitäten oder Museen aus dem Westen kommen, ein großes Thema. Wobei ich immer sagen muss, bei mir, ich fühle mich eigentlich eher gesamtdeutsch als Ost oder West, weil ich noch mal eine ganz andere Generation bin. Aber das sind die großen Fehler, die man nach der Wende gemacht hat. Man hat nicht geschaut, was können wir aus beiden Systemen Gutes übernehmen und daraus etwas Besseres, Gemeinsames machen. Ja, Maarten, nou zijn we dus op weg, zoals je merkt, in onze limousine. Ja. En waar gaan we naartoe? We gaan naar Hellerau. En Hellerau, dat is een tuinstad, buitenwijkjes voor arbeiders. Dat zijn de tuinsteden. Ja, dus geen verstapelde bouw, maar een woning op de begane grond. En met een tuintje erbij natuurlijk. Is dat niet nog steeds van de modale Nederlander het ideaal? Het grote ideaal, met een puntdak erop. Ja. Nou, wat dacht je ervan, Maarten? Nou ja, ik moet zeggen dat het toch enorm aardig is, zo'n project. Hè? Leuk, hè? Ja, het is natuurlijk fantastisch onderhouden trouwens. Ik denk dat het drastisch is opgeknapt na de wende. Ja, dat zal zeker wel.
We zitten hier dus in dat Hellerouw. En dat blijkt dus particulier huizenbezit te zijn hier. Ja. Dus dat betekent, daar hoef je helemaal niet lang en diep over na te denken, dat dit een hele dure wijk is. Ja, de betere middenklasse. Ja, nou, zeker. Zeg maar de top van de middenklasse. Komt het des te gekker uit dat ruim 22% van de bevolking in deze wijk bij de verkiezingen, parlementsverkiezingen van 2017, op de AfD heeft gestemd. Ja, dat is gek. Alternatieven voor Duitsland, kortweg AfD, is een politieke partij die vooral mensen aan zich weet te binden die 30 jaar geleden het DDR-regime op vreedzame wijze ten val brachten en nu teleurgesteld zijn over de uitkomst. Hun leuzen zijn bijvoorbeeld voltooide wende en wij zijn het volk. De AfD zet zich ook af tegen de islam en het vluchtelingenbeleid. Je kunt hier waarschijnlijk niet redeneren, god, dit zijn mensen die zijn getroffen door werkeloosheid of zo. Of die hebben een enorme klap van de wende gekregen, want dan woon je hier dus niet. Of het stikt hier van de immigranten. Ja, of dat is precies, we hebben hier geen immigrant gezien. Dus er moet iets anders aan de hand zijn. En dat heeft denk ik toch van doen met de geschiedenis van het Oostblok in brede zin. En ook in het bijzonder natuurlijk ook met de DDR. Dat eigenlijk dit hele gebied, tot de wende, laten we zeggen, een enorme ontwikkeling, een enorm emancipatieproces wat we in West-Europa wel hebben meebeleefd. Met toch immigranten, dat begon al weet ik veel in de jaren 60. Dat was hier niet. Dresden is een stad waar is een van de grootste Duitse steden met het minste aantal mensen met een migratieachtergrond. En daar juist in Dresden is dat gevoel van... Jongens, sorry. Dat ik het stomme ding alweer niet uit heb gezet. Oh, ik bel zo terug. Ik ben nog even in de opname. Oh, ik moet nu al even dat ding doen. Sorry, ik ben nog in de opname. Ik bel zo even terug, oké? Okay? Oké, okay, goed. Joep. Oké, okay, waar waren we gebleven? Dat juist waar geen immigranten zijn... Ja, dat het zijn... heel wonderlijk is dat de stad Dresden... Er is eigenlijk geen enkele grote Duitse stad... waar zo weinig mensen met een migratieachtergrond zijn als in Dresden. Nou, juist in Dresden dat gevoel zo virulent is. Ja, ja. Wat die AfD'ers eigenlijk willen is terug naar zoals het ooit was. Nou ja, dat is wel fijn. Geen gedonder met zwarten in de straat. Geen gelaserstraal met vrouwen met hoofddoekjes. Laat het in godsnaam weer dat fijne, heerlijke kabouterland worden wat het was. Waar we alleen met Duitsers onder elkaar waren en waar het zo ongelooflijk gezellig was. Genuttelijk. Ja, het was een politiestaat, maar het was wel gezellig. Hè? En wie het niet gezellig vond... Die had pech. Die werd verraden. Leek me ook een beetje een woedburger. Ja, dat leek me ook. He? Kijk, zo verrekte kwaad. De zogenoemde woedburger, de boze burgers, laten in Dresden onder meer hun stem horen tijdens de wekelijkse Pegida-demonstraties. Al 5 jaar lang. Jeden maandag zijn we hier. Ja. Und weil wir unzufrieden sind mit der ganzen Entwicklung. Offene Grenze, mit dem Euro, es kann ja nicht jeder hier reinkommen ins Land. Unberechtigte Leute hier reinholt, ja. Das geht nicht. Het zijn voornamelijk mensen op leeftijd die hier bijeenkomen om hun onvrede te uiten. De meeste Pegida-aanhangers stemmen op de AfD. Was wir damals erkämpft haben, das ist ja jetzt alles nicht mehr da. Ja, die Wiedervereinigung war schon gut, aber sie ist nicht durchgesetzt worden. Es gibt da die vielen Unterschiede. Die hier verdienen weniger wie die im Westen. Die Lösung ist, wir hoffen, dass die AfD als neue Partei vielleicht unseren Willen in die Tat umsetzt. Op een vredig terras vertelt Maarten nog over een nu beroemd en machtig man die ooit hier in Dresden woonde. Nu schijnt het zo te zijn dat daar aan de overkant, in dat sombere hol wat je daar ziet, dat was het café waar Poetin veel kwam. Hij had er toen ook al die aluminium deur. Ja, dan weet je of die, wat zou die fonteintjes er al geweest zijn? Nee, die zijn nieuw.
Nou, dat weet ik. Dat is wel leuk natuurlijk als Poetin dan daar overheen loopt. Dat je dan op die knop drukt en oeps. Poetin is hier in 85 aangekomen. Als jeugdig KGB-officier. Volgens dat stukje wat ik heb gelezen, heeft hij hier voornamelijk krantenknipsels verzameld over hoe de stemming hier was. Hij was hier totaal onbelangrijk. Dat moet er wel even bijgezegd worden. Feiten is hij nu nog steeds totaal onbelangrijk. Niemand wist dat hij president van Rusland zou worden. Er was eigenlijk geen enkele indicatie dat dat zou gaan gebeuren. Maar het is natuurlijk wel een vilijn ventje. Hè? Maar ik moet zeggen, als je dat gezellig vindt, dan begrijp ik wel dat je het ver brengt in Rusland. Hè? Jongen, jongens. Ja, welkom, dat is. Goedendag, dat is er, mijn broeder. Dat is Hefeweizen. Dat bier is ook voor mijn broeder. Bedankt. Dankeschön. Het ziet er goed uit. Dat Dresden, daar had ik eigenlijk maar één idee bij het woord. En dat is het bombardement. En ja, al met al vind ik dat je in de stad niet veel sporen ziet of zo van de oorlog. Je hebt wel af en toe dat als je een oude foto ziet, dat je, oh, verrek, daar stond een hele woonwijk en die is nu weg. En ja, wat de boosheid betreft, het klinkt een beetje gek, maar mijn idee van Dresden is dat het een welvarende West-Europese stad is. Maar het is ook wel iets meer dan dat. Omdat het toch wel de sporen van diepe frustratie met zich meedraagt. Met name denk ik wat betreft de oudere bevolking. Mensen die ten tijde van de hereniging een jaar of 40 waren. Hè, die zijn dus nu ondertussen 70 geworden. Dus misschien ook wel die iets jonger waren. Die zijn vaak hun werk kwijtgeraakt. Die hebben de boot gemist. Ja. Die zijn vaak jaren werkloos geweest. Ja. Die zijn er vaak op achteruit gegaan, op de wende. Dat is waar, maar er zit toch ook wel in die woedburger iets waarvan je denkt, joh, hou daar nou goddomme eens een keer mee op. De Rees is een stad waar het veel beter gaat dan je eigenlijk denkt als je hier op bezoek komt. Mijn indruk is dat het een enorm succes is. Mag ik het overdrijven? Ja, Rees de beste leuke stad. Volgende week keren de broeders terug naar Berlijn om daar de toekomst van de hoofdstad te verkennen. Ja, je ziet, het is toch een beetje lompe architectuur, hè? Ja, joh, hou op. Het is echt de zwartste periode in de Duitse architectuurgeschiedenis. Het is proportioneel niet goed. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Het is dit najaar, 30 jaar geleden, dat de Berlijnse muur viel. Het symbool van een gespleten Duitsland. Ze hebben heel Europa naar de kloten geholpen, maar ze hebben de restanten wel ordelijk opgeborgen. Vanuit Berlijn reizen de broeders Maarten en Vincent van Rossum door het nieuwe Duitsland. Hé, hey, kijk eens. Ah, wat leuk. Hé. Hey. Ach, jeetje. Wat een treurigheid. Ze gaan op onderzoek uit naar de gevolgen van die wende. Heute wird so getan, als wäre alte Bundesrepublik der Garten Eden und die DDR die Hölle. Und so ist die Geschichte nicht verlaufen. Ja, ze zou het ook eens een beetje schoon moeten maken. Ja, dat ben ik met je eens. Het is 9 november 1989 als de muur in Berlijn valt. In de aanloop naar die historische gebeurtenis is het al langer onrustig in de straten van veel Oost-Duitse steden. De broers zijn in Leipzig, destijds de tweede stad van de DDR, het voormalige Oost-Duitsland. Juist hier waren de vreedzame protesten van een enorme omvang. In feite is hier de kiem gelegd voor de val van de muur. Van oudsher is Leipzig een voorname, rijke stad. Kijk, hier rechts staat eigenlijk een gebouw, Maarten. Ja, waarvan je toch denkt dat van is. Nou, dat moet het stadhuis geweest zijn. Ja, daar staat op. Ja? Even kijken. Bundesverwaltungsgericht. Waarschijnlijk was het al het gerechtsgebouw. Oh, het is een gerechtsgebouw. Ja. Natuurlijk, daar maakten ze namelijk in de 19e eeuw ook altijd werk van. Leipzig was een stad waar handelsroutes samenkwamen, al heel lang geleden in de middeleeuwen. En al aan het begin van de 15e eeuw was er een universiteit.
Er werkten allemaal professoren, die Goethe heeft hier ook met name gewerkt. En ik heb ook begrepen dat Bach, die heeft hier ook heel lang gewerkt. In die zin was Leipzig een echte cultuurstad. In de Tweede Wereldoorlog raakt de stad zwaar beschadigd. Als Leipzig na de oorlog deel uitmaakt van de DDR, is er weinig geld voor herbouw. Het was een ruïnestad, hebben we begrepen. Ja, en daarbij lieten ze dus altijd het historische centrum vervallen en zetten ze alles in op de nieuwbouwwijken. Ja, die ook allemaal, overigens ook allemaal even lelijk waren. Maar deze stad is door de DDR ingrijpend verwaarloosd. Erger nog, wat werkelijk de grootste misdaad van het klerenregime is, dat ze dus die kerk opgeblazen hebben. Ja, maar ja, kijk, als je een middeleeuwse kerk uit 1240 die er goed bij staat opblaast, dan ben je gek. Afrekenen met het verleden en op naar een nieuwe socialistische maatschappij is het motto. Om de burgers te dwingen in die toekomst te geloven, wordt in 1950 de Binnenlandse Veiligheidsdienst opgericht, beter bekend als de Stasi. Hé, wat hebben we hier, Maarten? Ah, daar is het. Bezirksverwaltung voor Staatssicherheit Leipzig. Het is wel een drukkende gedachte dat in elke Oost-Duitse stad was een Stasi-gebouw met Stasi-personeel erin. In elk Nederlands stadje is een politiebureau. Ja, maar een politiebureau is iets heel anders dan een staatssicherheidsdienst. Is dat niet hetzelfde? Nee, de Stasi zorgt voor de veiligheid van de staat. Oh, dus ook hier was de politie iets anders dan de Stasi. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Kijk eens aan, we hebben wat geleerd. Een politiestaat, merkwaardig genoeg, heeft altijd een staatsveiligheidsdienst. De DDR hield zijn eigen bevolking gevangen. En daarvoor had de Stasi 98.000 man in dienst, nog in 89. Maar wat ze bijvoorbeeld deden was, je laat het twijfelen aan je eigen verstand. Dus terwijl jij aan het werk was, slopen ze je huis binnen en zetten ze alle meubels op een andere plek. Ja. Een enorme klote methode natuurlijk. Hè? Ze wisten je dus voortdurend eigenlijk in een soort verliezerssituatie te manoeuvreren, zonder dat je dus vermoord werd. Er waren, naar men aanneemt, ook nog zo'n 200.000 verklikkers, genaamd inofficiële mitarbeiter, zoals je weet. De IM. Ja, want je kon in de DDR verklikt worden door iedereen. Door je vrouw, door je echtgenoot, door je kinderen. Je hoefde maar ergens iets te zeggen en je werd verklikt. Wij gaan ook die mevrouw bijvoorbeeld, gaan wij verklikken. Gaan we ook verklikken, hè? Maarten en Vincent zijn op weg naar Volker Kulo. Een politicus die lid was van de SED, de partij die 40 jaar lang de koers in de DDR heeft bepaald. Zijn rotsvast geloof in het communisme bracht hem ertoe zich bij de Stasi aan te melden als inofficiëler mitarbeiter. Verklikker dus. Dan moet je hier naar binnen kijken, hè? Ah, daar zit hij. Daar is onze herr. Niet een puinhoop, het is een fijne puinhoop. Goedemiddag. Dat duurt een dat. Een goede taak. Ja, een ganz goede taak. Ik freue mich. Is dat Ihre Werkstätte? Dat is mijn geistige Werkstatt. Ah, ja. Das Zimmer für die Ordnung ist nebenan. Aha. Sie waren inoffizielle Mitarbeiter. Ich war 1988, 89 auch inoffizieller Mitarbeiter beim Ministerium für Staatssicherheit. Ich war ja wissenschaftlicher Assistent, ich habe Unterricht gegeben und habe nach dem damaligen Logik- und Sicherheitsverständnis das eine oder andere über Studenten berichtet, von dem ich meinte, das ist gefährlich, was im Nachhinein ist das und natürlich jetzt sagen Sie, Blödsinn. Das hätte ich besser nicht tun. Hätte ich nicht machen. Ich habe mich auch entschuldigt. Ich habe damals als junger Mensch gedacht, dass mein Staat diese Form der Unterstützung braucht. Aber im Nachhinein weiß man, auch ich selber, dass also die DDR ein sehr überzogenes Sicherheitsbedürfnis hatte und sich viel zu stark auch in die Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern damals eingemischt hat. Das habe ich damals so nicht gesehen. Heute sehe ich das wesentlich kritischer und denke, dass das auch ein Fehler war. 30 Jahre geleden ging Volker Kulo de straat op om te demonstrieren tegen de Duitse hereniging. Want daarmee zou de DDR verdwijnen.
Tot op de dag van vandaag houdt Kulo vast aan de zegeningen die de DDR bracht. Ik heb principieel een positief verhouding tot de DDR. Die mensen hadden sichere arbeidsplätze. Sie hatten, es war im Grunde genommen ein Versorgungssystem mit Kinderplätzen, mit Krippe. Aber sie hatte ein hohes Maß an sozialer Sicherheit. Ja, dann ist die Frage natürlich, ist, dass die Wende gekommen ist und dass jetzt Deutschland ein Land geworden ist, ist das eine schlechte oder eine gute Sache? Man hätte eine Vereinigung auf Augenhöhe. Hätte man schaffen müssen. Aber es war ja ein Anschluss. Man hat gewissermaßen die DDR geschluckt. Und alles, was in der DDR vorher war, wurde als negativ angesehen. Die DDR war nur noch Mauer, Stasi, Doping. Weil die Verletzungen, die da entstanden sind, ne, die wirken bis heute nach. Aber es gab einen anderen Weg, dass beide deutschen Staaten zueinander finden. Also nicht wie Sieger und Besiegte. Ja, god, dat leek mij een vriendelijk baasje. Ik heb zelf meegemaakt op een sociale academie. Aan het begin van de jaren 70. En al mijn medestudenten werden allemaal lid van de CPN. En die begonnen behoorlijke, wonderlijke praatjes uit te slaan ook. Dus ja, ik kan mij best voorstellen dat je in Oost-Duitsland... dat je dacht dat dat eigenlijk wel een goede zaak was. En ja, bovendien was de historicus, en volgens mij heb je dan... Toch altijd al, omdat je te veel over Marx gelezen hebt als historicus, heb je al een tik van de molenwiek te pakken. Dus ja, ik vind het niet zo wonderlijk, laat ik het zo zeggen. Ik verwijs naar een niet onaanzienlijk deel van mijn kennissenkring uit de jaren 60. Die bestond uit hele intelligente jonge intellectuelen. Die zich toch geëncarneerd hadden om alle mogelijke redenen. Met een verschrikkelijk regime. Ik wil maar zeggen. Als je in dat soort van dingen gelooft, want dat gaat natuurlijk altijd om het geloofsmoment. Ja, dan doe je hele wonderlijke dingen die in dit geval volstrekt irrationeel zijn, naar mijn idee. Vincent neemt Maarten mee naar de moderne universiteitskirche, waar hij het al eerder over had. Toenmalig DDR-leider Walter Ulbricht speelt een hoofdrol in deze onwaarschijnlijke geschiedenis. Achter die boompjes zie je een heel gek gebouw. Ja. Tenminste, ik veronderstel dat jij het een gek gebouw vindt. Nou ja, ik wist natuurlijk dat het een kerk was. Ja, maar de bedoeling is dat je dat nog niet wist. Oh, nu nog niet. Oké, ga ik je nu vertellen. Wacht ik even met mijn kennis. Het is inderdaad een kerk, maar het verhaal is als volgt. Er stond een middeleeuwse kerk uit het jaar 1240. De Paulinerkirche was dat. En aan het begin van de 16e eeuw is het ook universiteitskerk geworden. Die kerk had wonderwel de oorlog overleefd. Ja, dat is inderdaad. Die stond daar onbeschadigd. Nu gaat het verhaal. Daar is de opera van Leipzig, gebouwd in de jaren 50. Dat Ulbricht op een dag uit de opera kwam en zei... Als ik uit de opera kom, wil ik geen kerk zien. Wat is er toen gebeurd? Je gelooft het niet... Maar dit vind ik echt het absolute dieptepunt van het DDR-regime. Toen hebben ze die kerk opgeblazen. Ja, dat is schandelijk. Dus hup, boom, weg met die kerk. Nou, na de wende begonnen ze natuurlijk al vrij snel van... Goh, zullen we die kerk niet herbouwen? Er is een prijsvraag gekomen. En die prijsvraag is in 2004, meen ik, wonderwel gewonnen... door een Nederlandse architect. Ja, dat is een... Erik van Egeraad. Jij mag zeggen wat je ervan vindt. Ja, ik zei het net al tegen jou, dat ik het toch wel een geslaagde kerk vond. Ik ga er even vanuit. Je moet een nieuwe kerk bouwen. Ja. Je hebt besloten geen 13e eeuwse kerk te bouwen. Ja. Dan vind ik dit eigenlijk wel aardig gedaan. Maarten en Vincent ontmoeten een ooggetuige van het opblazen van de kerk in 1968. Ulrich Stötzner. Am Himmelfahrtstag, dem 23. Mai, gab es die letzten Gottesdienste. Früh einen evangelischen und am Abend einen katholischen. Und noch in der Nacht begann man, die Kirche auszuräumen. Niemand wusste genau, wann gesprengt wird. In dieser Woche, von diesem Beschluss an, also wie gesagt Himmelfahrt, bis zum eigentlichen Sprengtag, haben wir hier auf dem Platz gestanden, immer am Nachmittag.
und haben gewissermaßen stumm protestiert. Wie viele Leute waren dabei dann? Das waren, wenn man das so schätzen kann, einige hundert. Einige hundert? Ja. Das ist ganz viel. Ja, die Stadt hat 650.000 Einwohner. Nicht? Also ja. So gesehen ist es wenig. Aber es war natürlich schon erkennbar, dass eine gewisse Schicht in der Stadt mit dieser Aktion überhaupt nicht einverstanden war. Aber die Machtverhältnisse waren ja damals so, da konnte man mit so einer Demonstration eigentlich nichts erreichen. Und es sind auch einige Leute abgeführt und eingesperrt worden. Es haben einige Monate, Tage, Wochen, Jahre dafür im Gefängnis gesessen. Also das war schon bitter und auch für uns sehr deprimierend, weil man eben hier stand. Die Kirche wurde angebohrt, das sahen wir, und sie konnte sich nicht wehren. Sie stand da in ihrer Schönheit. Nicht? Schrecklich. Und das tat wirklich weh. De kerk behoorde tot de belangrijkste gebouwen in de culturele geschiedenis van Duitsland. Ingehuldigd als universiteitskerk door Martin Luther. Begraafplaats voor grote wetenschappers. Zelfs Johann Sebastian Bach speelde er nog op het orgel. Zo was het gewölbe, also uit de hooggotische tijd. Erik van Eggerath had, dat kunnen ze jetzt zien, had dat nagebildet. Das sind noch Bilder kurz vor der Sprengung. Die habe ich also selbst gemacht. Schauen Sie sich das an. Das sind also die Leute, die stehen hier einfach nur stumm auf der Straße hier. Nicht? Ja. So etwa hat es damals ausgesehen. Jeden Tag. Hier gibt es jetzt ein symbolisches Bild. Als die Kirche verschwand, wurde dahinter der Turm der Nikolaikirche sichtbar. In der 30 Jahre Revolution in Leipzig spielt natürlich die Nikolaikirche auch eine Rolle. Es gibt also so einen gedanklichen Bogen vom 30. Mai 1968 zum 9. Oktober 1989. Die Leipziger haben der SED die Sprengung der Universitätskirche nie vergessen. Und deshalb hat die Revolution auch in Leipzig stattgefunden und nicht wie sonst immer in der Welt in der Hauptstadt. Voor de heldhaftige rol die de bevolking van Leipzig heeft gespeeld bij het omverwerpen van het DDR-regime, togen Maarten en Vincent naar de Nikolaikirche. Dit is de Nikolaikerk. Vanaf 1982 werd hier al een wekelijkse gebedsdienst gehouden voor de vrede. En er werd er gesproken over politiek en van alles en nog wat. Aanvankelijk zeer, zeer kleinschalig. Dat verandert aan het begin van 1989. Dan is er toch wel iets in de lucht. De verandering komt eraan. En het absolute hoogtepunt daarvan is 9 oktober. Want dan zijn er al tienduizenden mensen op de been. En het regime van de DDR, daar was eigenlijk in het politbureau het gesprek. Hoe moeten we dit proberen te beheersen? Ze hadden 9000 man soldaten op de been gebracht. Er was een enorme politiemacht. En er was een soort gerucht, ze gaan schieten. En zo gek was dat gerucht niet, want Honecker, toen nog de voorzitter van het politbureau, die was al bereid te schieten. Honecker dacht van, als we de zaak in de hand willen houden, moeten we het nu doen. Maar we weten, ze hebben het niet gedaan. Vandaar dat die 9 oktober ook wel door sommige mensen beschouwd wordt als het moment waarop de totale machteloosheid van het Oost-Duitse regime aan het licht komt. De vreedzame demonstratie van 9 oktober is stiekem gefilmd. Het materiaal wordt naar het westen gesmokkeld en de beelden gaan heel de wereld over. Oost-Duitsers zien ze ook op de West-Duitse tv. Met als gevolg dat na 9 oktober nog meer betogers de straat op gaan. Filmer van deze historische opnames is Siegbert Schäfke. Ich hatte Freunde hier, die mich an die Hand genommen haben. Du konntest ja nicht hier frei filmen, das war alles illegal und sehr konspirativ. Und da wusste ich, wenn was passiert in der DDR, dann passiert es in Leipzig. Du musst immer wieder hinfahren. Es war ja damals nicht so einfach, mit einem Trabant von Ost-Berlin nach Leipzig zu fahren. Du musstest erst mal ankommen mit dem Trabant. Und du musstest auch nachts wieder zurückkommen mit diesem einen Auto, ohne dass es kaputt geht. Und hier waren ganz junge Leute, die 20 waren. Und die gehen mehr Risiko ein, wie wir in
Berlin. Und ich war ja schon 30, ich war ja schon ein richtiger Mann. Und das war, wir sind denn hier rumgelaufen an dem 9. Oktober und überall in den Seitenstraßen stand die Militär. Kamera dabei? Ja, aber in einer Plastiktüte. Ganz in einem Handtuch eingewickelt in einer Plastiktüte. Eine ziemlich kleine Kamera? Na, es war schon eine große. So, und dann haben wir in den Seitenstraßen Militär gesehen. Und dann dachten wir, wir können gar nicht auf der Straße sein, wenn geschossen wird. Wir müssen oben auf dem Kirchturm gucken wie eine Drohne heute. Ich habe auch gelesen, dass all die Leute in die Kirche Stasi-Leute waren. Die haben erstmal die Plätze weggenommen. Ja. Aber die haben doch die Masse größer gemacht. Das war ja, ja auch schön. Wie haben Sie eigentlich die Bilder nach dem Westen gesammelt? Naja, natürlich konnte man nicht an die Mauer gehen, die Kassette rüberschmeißen. Das ging natürlich nicht. Aber ich hatte ein Netzwerk und du musst 3-4 Diplomaten kennen, die auf deiner Seite sind und die nicht kontrolliert werden. Und ich denke, die Bilder von meinem Freund Aram und mir, die haben bewirkt, eine Woche später waren es doppelt und dreifach so viele Demonstranten. Und das war nur durch die Bilder. Die Bilder kennen alle. Wir haben bewiesen, dass es eine friedliche Demonstration war, weil ja die DDR-Führung immer gesagt hat, da sind Randalierer, da sind Betrunkene, die schreien da rum. Und wir wollten zeigen, wir sind das Volk, wir sind friedlich, wir wollen Demokratie, wir wollen Gorbatschow. Aber die Stasi-Leute sich nicht gefragt, von woher kommen die Bilder? Am westlichen Fernsehen. Naja, na und? Das ist die Aufgabe gewesen. Das haben Sie sich gefragt, natürlich. Ich habe ja später in meiner Stasi-Akte gelesen, dass Sie es nicht wussten, dass ich es war. Weil ich bin ja in Berlin aus meiner Wohnung übers Dach, über die Dächer vorgelaufen, da runtergegangen und dann nach Leipzig gefahren. Und nachts bin ich wieder um 2 gekommen, über mein Dach in meine Wohnung wieder rein. Und unten stand immer noch Stasi auf dem Hof. Und das persönliche Risiko war, geschnappt zu werden, wegen Verrat, wegen Spionage, 12 Jahre ins Gefängnis zu gehen. Das muss man sich auch mal alles vorstellen. 9. Oktober 1989, die große Demonstration in Leipzig. 4 Wochen später, 30 Mal schlafen und alles ist vorbei. Und das ist doch das Schöne. Total schade. Schäfke? Herr Schäfke. Herr Schäfke. Ik ben een hele aardige man. Het was duidelijk dat het een vrij lastige klus was om het op camera vast te leggen. Het gaat erom dat Schäfke. Ja. Dat de helde rol die Schäfke heeft gespeeld, daar moeten wij even. Ja, kijk eens. Ja, alleen Tom Cruise is in staat om heldendaden te verrichten. De hele rest van de mensheid die is daar wat minder goed in. Ik ben daar heel terughoudend in heldendaden. Dan moet je al die mensen ook hier helden noemen. En, nou, ja, dat wil ik best doen. Want ja, ja, was ja. Op een gegeven moment is zeker risico dat ze wel zouden gaan schieten. Dan moet je ook elke Amerikaanse soldaat die op zijn 18e in Normandië geland is een held vinden. Zou jij dat niet vinden dan? Nou, man. Moet je denken, je moet het bootje uitrennen en je weet eigenlijk zeker. Nee, je weet niks zeker. Nou ja, dat je het niet zal overleven. Maar ik ben gewoon. Ik zou met diarree achter in die boot gezeten nou, dat hebben. De meesten hadden dat ook. Die boten zaten vol met diarree. Echt. Man. De vreedzame protesten zijn de voorbode van de val van de muur in Berlijn. En daarmee van het einde van de DDR. Op een aantal plekken in de stad is nog zichtbaar hoe vervallen Leipzig erbij lag in 1989. Ach jeetje. Ja, wat een treurigheid. Nou, ik denk eigenlijk dat ongeveer half Leipzig er ja, dat zo, denk ik zo ook. Uit heeft gezien. Dat het was een ruïnestad, dat is wat je leest. Maar denk je dat dit nog te redden is? Ja, of? Natuurlijk, dat kun je goed opknappen. Ja? Kost alleen een hoop geld. Nou, dit is wel een prachtig voorbeeld. Ja, hè? Geniet er met dat volle teugen van. Bij de hereniging van Duitsland in 1990 vloeien miljarden D-marken van west naar oost. Leipzig ondergaat een metamorfose. Bij de restauratie wordt teruggegrepen naar de welvaart
die de stad in de 19e eeuw kende. Die tijd die heeft een bepaald soort van architectuur met zich meegebracht. Dat heet de Gründerzeit. Het ding achter onze rug, dat is dat hotel, de zogenaamde Leipziger Hof. Dat zie je, dat is nog een betrekkelijk rijk voorbeeld. Maar wat we hier zien is natuurlijk het gewone huis, tuin en keukenwerk van de Gründerzeit. In feite zijn het gewone straten. En daar plakten ze dan wat van die decoratie op, wat je daar ziet, de boven die ramen. Dat is gewoon in een fabriek gemaakt. Dat is er tegenaan geplakt met cement. Alle gebouwen zijn uiteindelijk gewoon dozen met gaten erin. Ja, en dan komt er dus een soort namaakkunstenaar, een pleisteraar, een oplichter. Vandaar ook dat veel architectuurcritici de Gründerzeit volkomen waardeloos vonden. Ik begrijp het, die hebben liever een kale boel natuurlijk. Precies. Maar dat een hotel, dat is dus dat Leipziger Hof. En daar moeten we ook nog naartoe om met een meneer te spreken die een zeldzame collectie moderne kunst heeft verzameld. Ja. De zogenaamde Leipziger Schule. Ja, ik verheug me er wel op. De val van de muur beïnvloedt kunstenaars uit Leipzig. In de DDR-tijd maakt de stad naam met de Leipziger Schule. Een kunststroming aangevoerd door kritische kunstenaars als Werner Tübke en Wolfgang Mattheuer. Na de val van de muur is er de Neue Leipziger Schule. Een nieuwe generatie kunstenaars geeft uiting aan wat zij vinden van de wende. Vanaf begin jaren 90 verzamelt Klaus Eberhard deze kunst. Als eigenaar van de Leipziger Hof kan hij zijn collectie van ruim 400 schilderijen tentoonstellen in zijn eigen hotel. Die merkmalen zijn dat het een figuurlijke malerij is. Ja, dat natuurlijk, dat ja. En dat deze beelden een geschiedenis erzählen. Dat ze een narratieven karakter hebben. Erfolgt door de verwendung van metaforen, van symboliek. Maar ze behalten ihr geheimnis. Ze verraten letztlich die geschiedenis niet. Ze blijven also spannend, eben geheimnisvol. En regen die fantasie des betrachters aan. Zeitgeschichtliche Charakter dieses Bildes sind diese schräg stehenden Häuser. Damit will der Maler andeuten, dass diese Häuser zum Abriss bestimmt waren. Oh, gut. Leipzig war ja in einem sehr schlechten Zustand. Und das sind also Abrissgebäude, wo er mit andeuten will, dass das natürlich eine Katastrophe letztlich war. Denn es wurden auch sehr viele denkmalgeschützten Gebäude abgerissen. Wir haben in unserer Sammlung uns Mühe gegeben, zwei Aspekte zu verfolgen. Das eine war, dass wir gerne die Leipziger Kunst nach der Wende bekannter machen wollten, ja, über die Hotelbesucher. Und das zweite, dass wir auch eine Art kunsthistorisches Dokument schaffen wollten, wo wir auch die Stadt und die Ereignisse, die Wende festhalten wollten, wie die Stadt gesehen wurde von ihren Malern und auch wie die Maler diese Zeit erlebt haben. Diese Arbeit schätze ich sehr, weil Mattheuer drückt hiermit aus, dass die drei großen Phasen des letzten Jahrhunderts, Jahrhundertschritt, die Hitlerzeit, natürlich, die geballte Faust, das kommunistische, Kommunismus, ja, und das militärische Bein natürlich und ein ausgestrecktes, nacktes Bein. 89 ist das gemacht worden, dieser Linolschnitt mit dem verletzbaren Bein ausgestreckt in die Zukunft. Ach, und das ist hier die Berliner Mauer. Also ich habe mit Mattheuer sehr viel reden können. Wir haben oft zusammengesessen und da hat er mir diese Dinge erläutert. Es war eine außerordentlich spannende Geschichte und ganz spannend auch dadurch, dass dann auf einmal nach anfänglichen Problemen für die Maler hier, die sich sehr schwer nur über Wasser halten konnten, nach der Wende keine Kunstgalerien und so etwas gab. Und dann auf einmal zu erleben, dass diese Leipziger Malerei führend in der Welt wurde. Es ist heute sicherlich die Leipziger Schule die mit Abstand wichtigste und die hochgelobteste deutsche Malschule in der Welt.
Haben Sie nie versucht, deine Sammlung zu klauen? Es sind zwei Arbeiten mal geklaut worden. Ah, wirklich? Und zwar unten auf der Herrentoilette, auf dem Urinal, haben wir direkt, wenn hier das Urinal ist, haben wir auf Augenhöhe zwei kleine Bilder gehängt, die beide mit diesem Gewerk auch zu tun hatten, nämlich über die Bierbörse hier in Leipzig, die es gibt, wo natürlich nicht nur Bier getrunken wird, sondern auch das Gegenteil. Und die sind mal geklaut worden. Sind sie wieder gesichert? Zurückgekommen? Nein, die wurden aus der Wand rausgebrochen. Und wir haben es dann in die Zeitungen gestellt. Aber sonst ist nichts passiert, Gott sei Dank. Voormalig Oost-Duitsland lijkt na de hereniging weer helemaal opgekrabbeld. 30 jaar na die wende is Leipzig opnieuw een welvarende stad. De Van Rossums ontmoeten hier niemand minder dan Egon Krenz, de laatste DDR-voorman. Krenz is slechts 2 maanden aan de macht tijdens die wende. Een term die hij overigens zelf heeft geïntroduceerd. Hoe kijkt hij nu terug op het einde van de DDR? Vor allem in 89, was ist dann schiefgegangen? Fange ich mal an bei unseren eigenen Sünden. Wir haben zu wenig mit den Leuten über die tatsächliche Situation der DDR gesprochen. Es gab eine Unzufriedenheit, auf die die alte Parteiführung unter Erich Honecker nicht reagiert hat. Und es gab aber auch internationale Bedingungen. Sehen Sie, die DDR ist ein Kind der Sowjetunion gewesen. In dem Moment, wo die Sowjetunion auf dem Sterbebett lag, hatte die DDR schon keine Chance mehr. Ende November 89 hat mir Gorbatschow eine Botschaft geschickt, wie er das Treffen mit Bush vor und auf Malta gestalten will. Und in dieser Botschaft steht drin, er wolle erklären, dass der Kalte Krieg zu Ende ist. Ja, ja, das ist diese Malta-Sache, ja. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn er den Kalten Krieg für beendet erklärt, was wird dann aus der DDR, die ja ein Kind des Kalten Krieges war? Aber dann kam es ja ganz praktisch, er erklärt das Ende des Kalten Krieges und Bush erklärt sich zum Sieger des Kalten Krieges. Ich meine, das Ende der DDR hat sich ja angekündigt. Mit dem Moment, wo die Sowjetunion nicht mehr in der Lage war, auch, sagen wir mal, die wirtschaftlichen Verpflichtungen gegenüber der DDR zu erfüllen. Was war in 89 die Alternative? Sehen Sie, wenn ich am 18. Oktober, als ich Generalsekretär geworden bin, nicht der Meinung gewesen wäre, wir hätten noch etwas ändern können, dann hätte ich die Funktion gar nicht übernommen. Ich war der Meinung, die deutsche Zweistaatlichkeit wird weiter bestehen. Ich war wirklich von einer Wende in der DDR überzeugt. Ich sage auch für mich persönlich, ich habe wahrscheinlich den gravierenden Fehler gemacht, 1989, dass ich nicht gesagt habe, Leute, was ist denn die Alternative, wenn wir die DDR aufgeben? Ist die Einigung ein Erfolg geworden? Ja, Willy Brandt hat ja die Devise ausgegeben und ich glaube, die war richtig. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Es wuchs aber nicht zusammen, es wurde zusammengezimmert. Es gibt Leute, die haben es geschafft. Es gibt Städte, die sehen wunderbar aus. Aber dann frage ich auch, wer kann denn noch die Mieten bezahlen in den renovierten Häusern? Also es ist sehr widersprüchlich, meine ich. Der Grundfehler bestand darin, dass die westdeutsche Elite glaubte, im Osten Deutschlands leben nur unterdrückte Menschen. Sie haben nicht in Betracht gezogen, dass viele dieser Menschen sehr gerne in der DDR gelebt haben. Ich sage heute manchmal, es ist ein großes Wunder, wirklich ein großes Wunder, dass wir 40 Jahre durchgehalten haben. Das kann man auch sagen, ja. Ja, weil das waren sehr viele schwierige Probleme, die wir zu lösen hatten. Und heute so zu tun, als wäre... Schwieriger als in Westdeutschland. Ja, natürlich. Heute wird so getan, als wäre die alte Bundesrepublik der Garten Eden und die DDR die Hölle. Und so ist die Geschichte nicht verlaufen. Wenn mehr Ehrlichkeit einziehen würde, wenn man akzeptieren würde, dass es auch in der DDR den Arbeitswillen gab, dass es auch in der DDR
Leute gab, die mit Freude an die Arbeit gegangen sind, die ihren Staat als ihren Staat betrachtet haben. Wenn man das alles betrachten würde, glaube ich, wäre es mit der deutschen, wären wir mit der deutschen Einheit weiter. Ik woon Krens is, als ik allemaal goed gerekend heb, 82. En het was een betrekkelijk vitale man. En die af en toe natuurlijk hele scherpe observaties maakte, vond ik. Hij wist eigenlijk een aantal dingen zo te presenteren dat je denkt, nou ja, er zit wel iets in. Alleen draait hij het dan net iets te ver door, waardoor je denkt, ja, wacht nou eens even. Maar die DDR was wel een gevangenis. Je mocht er niet uit. En waarom mocht je er niet uit? Heel simpel, omdat natuurlijk de DDR een waardeloze, armoeige economie had. En als je de grens open had gesteld, ja, dan was een groot deel van de bevolking naar het westen verdwenen natuurlijk. Kijk naar wat er met Leipzig gebeurd is in de afgelopen 30 jaar. Misschien moet ik even deze ontzettend komische bierviltjes laten zien aan de camera. Kijk. Es war nicht alles schlecht. Ja, kun je dat goed zien op de camera? En nu draaien wij het om. In die laatste 30 jaren. Dat is vrij geestig natuurlijk. Een complexe zaak bij de Duitse hereniging. Hoe breng je twee compleet verschillende economische systemen bij elkaar? Al snel ging het kapitalistische westerse stelsel als model dienen voor het voormalige Oost-Duitsland. Ter illustratie neemt Vincent Maarten mee naar een afgedankte katoenfabriek. Om ons heen zie je industrieel erfgoed. Ja, fijn baksteenkleurtje vind ik. Ja, mooie rode baksteen. En dit is een katoenspinnerij uit de 19e eeuw. En die katoenspinnerij, dat is natuurlijk, die waren verder in West-Europa allemaal al lang verdwenen volgens mij. Maar omdat het hier Oost-Duitsland was, heeft die katoenspinnerij tot zelfs na de wende nog 3 jaar gewerkt. Toen is dat bedrijf gesloten en heel lang geleden zouden wij al dat soort van dingen opgeruimd hebben. Maar de nieuwe mode is natuurlijk, nou sinds in Nederland, sinds 1990 of zo, het begint dat op te komen, het industrieel erfgoed. Dus het ding is blijven staan. En wat er dan gebeurt is, daar zijn allemaal kunstenaars ingetrokken. En nu heb ik begrepen dat het een vrij florerend... Als je daar dat deurtje in kijkt, dan zie je de kunst al hangen. En misschien kun je ook wel een kunstwerkje... Ja, de bril. Een andere bril op. Maar enfin, daar is duidelijk een ateliertje. Ja. Waar die stoeltjes buiten staan. En zo zijn er meer. Al moet je wel verrekt veel kunstenaars hebben om dit hele terrein te vullen. Want het is een enorm terrein. Ja. Mooi stukje graffiti achter onze rug. Ja, ook zoiets wat mij mateloos irriteert. Vervelende rotzooimakers. Oh, hier is een trapje. Ik wou zeggen, shit, er is geen trapje meer. Een heel nieuw trapje. Een goed nieuw trapje, ja. Zie je dat? Geld hebben ze hier wel. Hè? Ken ik voor die artiesten. Hebben ze een nieuw trapje gemaakt. Een katoenspinnerij is dus in 1993 is dat gesloten door de Treuhand. En wat is de Treuhand? Ja, die heet de Treuhandanstalt. Dat is in feite een regeringsinstitutie in het leven geroepen om de industrie in de DDR te saneren. Want het probleem natuurlijk met de industrie in de DDR was dat die totaal verouderd was. Het hele machinepark was totaal verouderd. De arbeidsproductiviteit was in de DDR minder dan 30% van in de arbeidsproductiviteit in het Westen. En daar kwam bij dat op een goed moment in het voorjaar van 1990 hadden de West-Duitsers besloten dat de valutaruil 1-op-1 zou zijn. Dus de Ostmark was hetzelfde waard als de Westmark. Economen hadden gezegd, als je dat doet, dan weet je absoluut zeker dat de hele Oost-Duitse industrie op de fles gaat. En dan zie je omvangrijk probleem. Die economen kregen wel gelijk. In de DDR-tijd werkten in deze katoenfabriek 4000 mensen. Maatregelen van de Treuhand leidden ertoe dat na korte tijd slechts 40 arbeidskrachten overbleven. Uiteindelijk sloot de fabriek haar deuren.
En nu is er wel achteraf gezegd, ja, die Trojehand heeft allerlei dingen fout gedaan. En was dat dan wel kosher wat daar gebeurd is? Nou, deels niet. Deels zijn bedrijven verkocht aan oplichters, dat is waar. Ja, maar de Trojehand en de sanering van de Oost-Duitse industrie was onvermijdelijk. Was dat een teleurstelling voor de Oost-Duitse bevolking? Enorm natuurlijk. Ja. Want wat was ze beloofd? Bloeiende landschaften. Ja. En wat kregen ze? Werkloosheid. De Trojehand stond in feite voor groeiende werkloosheid, dat je ontslagen werd. He, van de, ik geloof, 4,5 miljoen banen waar ze over gingen, zijn er 1,5 miljoen overgebleven. Dit heeft natuurlijk diepe wonden geslagen in de voormalige DDR. Een heleboel ressentiment is er nog steeds. We zijn behandeld als tweederangs burgers. Ja. Ze hebben niet naar ons geluisterd. Ze wilden niet naar ons luisteren. We zijn opgeslokt. Ze hebben hun werk maar of er een reëel alternatief was, nee. Volgende week reizen Maarten en Vincent door naar Dresden. Om meer te begrijpen van de onvrede die nog altijd bij een deel van de Oost-Duitse bevolking bestaat. Es gibt da die vielen Unterschiede. Die hier verdienen weniger wie die im Westen. Toch zullen de Oost-Duitsers niet naar alles terugverlangen. Dit moet wel de meest miserabele autorit zijn die ik ooit in mijn leven gemaakt heb.